Wanneer nog andere organisaties of personen aanwezig zijn die graag groen willen leggen, dan geef ik hen weer graag de mogelijkheid. Ik geef nu het woord aan mevrouw Ria van den Brand, voorzitter van de Stichting Stolperstein in Nijmegen, die voor ons een gedicht zal voorbrengen. Kort na de oorlog schreef Timo Levi, overleving van Auschwitz, een Trojaans gedicht dat hij de Hebreeuwse titel Shema gaf. Shema is Hebreeuws voor luistert, hoort. Ik ga het voor u voordragen. Luistert, hoort. Kijk hoe veilig in uw beschutte huizen. Gij die veilig leeft in uw beschutte huizen. Gij die s'avonds thuis komt, bij warme spijs en dierbare gezichten. Bedenk of dit een man is, die zoekt in de modder, die geen vrede kent, die om een half brood vecht, die sterft voor een ja of een nee. Bedenk of dit een vrouw is, zonder haren en zonder naam, zonder nog kracht om te herinneren. De ogen leeg en haar schoot koud, als een kikker in de winter. Bedenk dat dit geweest is. Ik bevreed u. Deze woorden. Gericht ze in uw hart. Waar gegaat, waar gestaat. Bij het opstaan en bij het slapen gaan. Zegt ze voort aan uw kinderen. Op uw huis, op eten. Ziekte, verandering. Uw naslag wendt zich van u. Dank u wel. Hiermee is deze Joodse herdenking beëindigd. Namens de Nijmeegse Joodse gemeenschap ben ik dan de burgemeester Roos, alle overheden en medeleden van twee van burgemeester Wethouders, alle sprekers en alle andere personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze bijeenkomst. Alle overige aanwezigen dank ik namens de Nijmeegse gemeenschap van harte voor hun aanwezigheid en belangstelling. U bent van alle harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de andere herdenkingsactiviteit voor deze vierde mei. Dat zijn voor de gemeente Nijmeegse georganiseerde herdenkingsbijeenkomst die zo dadelijk om 7 uur zal plaatsvinden in de Stedenkerk. Vervolgens door stille tocht naar Keizer Trajanusplein. Waar de officiële doodherdenking om 8 uur zal plaatsvinden. Daarna kunt u nog om 9 uur het herdenkingsconcert in de concertvereniging bijwonen. Dank u wel.